Er stonden 18.000 mensen op de Dam voor, voor Black Lives Matter. Van Amerikanen doodgeschoten. Akwasi krijgt zoveel aandacht. Er wordt zoveel aandacht besteed elke keer om Kitty Kotti. Is het nationaal, nu wordt het uitgezonden door NOS. Ja. Er is een discussie over Zwarte Piet. Er is een discussie over de Moorkop. Er is een discussie over straatnamen. Ja. Er is een discussie over geschiedenis. Dus je kan niet zeggen, het is heel raar om te zeggen van... we voelen ons ongehoord. Ideeën, ze moeten de juiste gasten uitnodigen. Maar die ideeën, zijn nou net die zwarte chirurg uitgenodigd. Ja. Maar die nodigen ze niet uit. Dus daarom ga ik nu mijn eigen omroep starten. Ja. Precies, zodat ik die zwarte chirurg, die Winston of die Stanley of wat dan ook, hoe die ook mag eten, dat die aan tafel kan zitten. Maar weet je wat het is, Gilly? Dit is een update. Beste kijkers, welkom bij een nieuwe update. Dit is het wekelijkse programma van Up Network, waarbij we de actualiteiten bespreken. En vandaag hebben we een hele bijzondere gast, namelijk journalist Gilly Koster. En we hebben hem uitgenodigd omdat hij een omroep is gestart. Toch, Gilly? Ja, ik doe dat natuurlijk niet alleen. Ik doe dat met een aantal hele goede mensen om me heen. En wij zijn Omroep X. Omroep X is het venster van waaruit je naar buiten kijkt. Naar andere straten, steden, landen en mensen. Zodat je je eigen thuis nog meer gaat waarderen. En je je eigen toekomst beter kan gaan inrichten. Kom thuis. Word lid van Omroep X. Oké. Okay. Ja. En nu ga je misschien zeggen dat ik mijn huiswerk niet gedaan heb, maar kan je jezelf nog even voorstellen? Want je hebt natuurlijk echt een verleden als journalist. Je hebt verschillende programma's gepresenteerd. Je bent zelf ook acteur geweest. Ja. Zou je daar iets over kunnen vertellen over de persoon Gilly Koster? Nou, ik wil dat zo kort mogelijk houden. Ik maak inderdaad radio- en televisieprogramma's. Ik was al vrij snel erachter gekomen. Mede door types als Malcolm. Hoewel de X van de omroep niet zoveel te maken heeft met Malcolm. Maar een van de uitspraken van Malcolm X was dat je... dat je via de media, dat een soort ultieme... tool is om de masses, de grote massa's te bespelen. Want de media hebben dus de macht om alles wat recht is krom te praten en alles wat krom is recht te praten. Mm-hmm. Ja. Weet je wel? En dat vond ik wel interessant. Ik wilde in ieder geval weten hoe dat functioneerde. Mm-hmm. Dus ik ben van huis uit ben ik eigenlijk muzikant. Mm-hmm. En zo ben ik in de media ingerold. En ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben ook een cultureel mannetje. Dus zo kwam ik ook in de film en theater terecht. Ja, dat zag ik toevallig. 1995 had je eerste rol. 95 was dat? Dat zou best kunnen. Mm-hmm. Dat zou best kunnen. Ik heb mijn huiswerk gedaan. Dus. Ja, ik zie het. Ja. De Buurtsuper of zoiets was het? Wat? De Buurtsuper, hoe heette die film? De Buurtsuper. Oh nee, maar die zijn te laat. Daarvoor had ik al in Moord in Extase gespeeld. Dat was een film van Hans Scheepmakers. Die is helaas overleden. En dat was de voorloper van wat later Baantje geworden is. Daar heb ik in gespeeld. Okay. Ik heb ook in... Veel in kinderdingen heb ik gespeeld. Mm-hmm. Dat weten mensen allemaal niet. Ja. En dat moeten we eigenlijk maar houden zo ook. Ja, nou, even voor onze kijkers. Want... Ja. Jij bent best wel een bekend persoon ook in de Surinaamse gemeenschap. Oké, als je het zo wil noemen. Ja, dat kunnen we gewoon zeggen, toch? Oh, wist je? Ja, tenzij het was grappen, maar volgens mij wel. Toch? Je bent best wel bekend in de Surinaamse gemeenschap. Ik zeg dingen en die dingen die ik zeg, die meen ik ook. Maar je hebt ook een staat van verdiensten, dus in die zin ben je ook prominent. Dat is waar. Dus laten we die credits gewoon geven. Ja, dat is gewoon zo. Maar je bent ook een uitgesproken inwoner van de Bijlmer. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Ja, de Bijlmer is mijn osso, man. De Bims is echt de plek waar ik me het beste thuis voel. Mm-hmm. Ik denk zo rond 1972 of zo kwam ik al in de Bijlmer te wonen. Toen had ik nog een witte hospita. Weet je wat een hospita is? Nee, vertel. Ik ben van 82, dus 10 jaar later. Van die huishoudelijke hulpvrouw, of niet? Ja, nee. Ja? Een hospita, dat is dan vaak zo'n witte vrouw.
Okay. Waar niets mis mee is. Hele liefdevolle mensen. Die dan, als je dan op kamers ging, dan werd ze dus, zeg maar, je plaatsvervangende moeder. Oké. Weet je wel? Maar ja, die, daar waar ik gewend was bruine bonen met rijst te eten, de hospita's die boden dus gewoon aardappelen, persiebonen. Spruitjes. Spruitjes, oké. Okay. Spruitjes, ja. Witlof. Kies maar een keer. Dus zo ben je ook een beetje. Dat was het integratieproces van jou. Ja, toen kwam ik in de Bijlmer terecht. Maar vrij snel kwam, zeg maar, de onafhankelijkheid van Suriname werd aangekondigd. Mm-hmm. En toen werd er gezegd dat er een soort moord en doodslag zou gaan plaatsvinden tussen Hindustanen en Creolen. En Creolen, nu Afro-Surinamers. Hoe worden Hindustanen genoemd? Hindustanen nog steeds? Ja, Hindustanen. Geen vernieuwde naming. Je hebt veel Hindustaanse mensen die zeggen ik kom uit India. Sommigen zeggen ze trouwens Hindoestaan. Om de moslim-hindoe-etniciteit, geloof zeg maar, niet met etniciteit te verwarren. Maar dat is een discussie. In ieder geval, er zou dus een strijd losbarsten. Dus er kwam een soort enorme stroom van Surinamers richting Nederland op gang. En ik heb in die ploeg gezeten, die dus zeg maar in die postie gezeten, die dus die huizen kraakte in de Bijlmer. Ik was geen voorman, hè. Ik was heel erg jong. Je was volger, geen leider. Ja, ik was toen volger. Ik was een jongen van 1920. Mm. En Yusu Maatrijk, oftewel Just Maatrijk en Danny Brown en nog een paar andere mensen, die waren dus echte mensen die de noodzaak zagen. Mm-hmm. Of de oplossing van de noodzaak, want die Surinamers die kwamen in panden terecht. Nou, dat wil jij niet weten, dat de leefomstandigheden die waren zo slecht. Mm-hmm. En Just Maatrijk, echt een held. Ik wil echt die naam noemen. Ga dat eens even googlen. Mm-hmm. Die heeft zeg maar een soort gat gevonden. Dat er een soort krakerswet was, weet je wel. En de meeste mensen die kraakten van die oude afgeleefde panden. Maar Yusu die kraakte een hele nieuwbouwwijk. Oké. <Okay. Wow. laughs> En daarom heeft Just Maatrijk, die heeft echt eigenhandig de Bijlmer zwart gemaakt. En sinds die tijd woon ik er en ben ik er af en aan. En ik werk er en ik heb daar mijn affiniteit. Ik ben een Bimmeré boy. Ja, maar en dus je bent eigenlijk nooit ook uit die Bijlmer gegaan? Niet met mijn hart. Wel fysiek. Ik heb veel gereisd als journalist. Ik ben de halve wereld af geweest. Ik ben op een gegeven moment zelfs in Bali getrouwd. Ik heb huis op Ibiza gehad. In Bali getrouwd? Oké. Okay. Bali getrouwd, ja. Met een Zweedse vrouw, noodzakelijk. Zweedse vrouw, oké. Okay. Daar ben ik nu helaas niet meer mee. Dat huwelijk heeft geen stand gehouden. Maar we zijn wel de beste vriendinnen. Mm-hmm. Vrienden. Mag ook hoor, vriendinnen. Ja, tegenwoordig kan alles, hè? Tegenwoordig kan alles. Genderneutraal. Ik ben niet zo'n metroman, maar oké. Okay. Je weet. maar we zijn wel heel goed. We voeden de kinderen samen op. Mm-hmm. En de kinderen zijn inmiddels ook mannen en vrouwen geworden. Okay. En de kleinkinderen zijn er. En we hebben het echt goed samen. Ja, en dan vraag ik me dus af. Kijk, je hebt dus een hele staat van dienst. Ja. Je hebt een tijdje heb je dus ook de fuck you's gemaakt op Facebook. FOKJOU. Ja, dus eerder fuck jou. Fuck jou. Ja. Heb je gemaakt. En wat me toen is bijgebleven was die maatschappijkritiek die je had, of die je hebt. Ja. Het is niet mijn visie. En het is, even voor de duidelijkheid, je bent niet, je identificeert je niet als rechts. Nee, zeker niet. Nee, kan je even daar iets over vertellen? Of hoe je jezelf identificeert of hoe je jezelf ziet? Politiek zou je wel kunnen stellen dat ik links van het centrum denk. Omdat ik vind dat social living is the best. Ik denk dat we als we sociaal met elkaar leven, dat de enige oplossing is waarmee we de wereld echt kunnen verbeteren. Weet je wel? En ik denk dat dat de oplossing is. En ik geloof niet dat in sommige ideeën die ik ter rechterzijde van het spectrum hoor. Ja, dus jij ziet de oplossing in aan de linkerzijde eigenlijk. Ja, ik zie de oplossing in het versterken van datgene wat zwak is. Okay. Wat zwakker is dan anderen. Maar niet zwakker betekent niet per definitie meer valide. Ja, en wat ik dus opmerkelijk vind, dus je hebt een hele staat of van... Of minder valide bedoel ik. Je hebt een hele staat van dienst. Ja. En dan kies je ervoor om een omroep te starten. Omroep X. Ja. Terwijl wij jou dus identificeren als links.
Ja. Je hebt ook sympathie voor de Black Lives Matter beweging, noem maar op. Ja. Maar dan zou je zeggen van, waarom zou iemand die zich links identificeert, die een Afro-Surinamer in deze tijd, in 2020... Ja, ja, Nederland is gewoon een paradijs nu. Met al die linkse discours, linkse praatjes, het activisme. Al die mensen krijgen zoveel aandacht. Dus, ik geloof dat helemaal niet. Dus hoe kom je op het idee dat Nederland een omroep X nodig heeft? Hoe kan je iets over vertellen? Nou, als je kijkt naar de X, hier heb je hem. Ja? Een verbindender teken heb je gewoon niet. Weet je, een X is dus echt een teken waarbij de beide poten even lang zijn en mm-hmm. even krachtig zijn. Ja. En hoe verschillend de visies ook zijn, als je ze bij elkaar brengt, dan krijg je het teken waarmee je kan vermenigvuldigen. X mm-hmm. is de eerste handtekening van de mensen. Okay. Weet je wat ik bedoel? En X is de enige chromosoom die iedereen heeft. Of je nou man of vrouw bent, X is de chromosoom die iedereen heeft. X is de factor waarvan je niemand precies weet hoe die eruit ziet, maar waarvan je wel blij bent als je hem hebt. Ja. Weet je? X is heel veel. En ja, X is ook de X van Malcolm, die op een gegeven moment een statement maakte en zegt, ik ben niet Gilly Koster. Maar ik ben eigenlijk, zou ik Tulum Al-Salamanjali of weet ik veel, had ja. ik moeten heten. Maar door een rare loop in de geschiedenis heet ik Koster. En Malcolm heeft dat afgeworpen. Dat vind ik een krachtig statement. X is dat kruisje wat jullie hier op tafel hebben staan. Dat is X. Ja? Maar waarom? Okay, waarom een omroep? Wat is, ja, je hebt nu wat iets van symboliek uitgelegd. Ja? Alleen vanwaar de behoefte of de noodzaak voor jou om anno 2020. Juist ook wat Sasje zegt. Nee, heel veel paradijs van linksactivisme. Ja. Linksactivisme, alles wat een kleurtje heeft. Wat voor ons een hel is, trouwens. Ja, dat wordt allemaal juist. Ja. Wordt dat allemaal een steun, krijgt dat een steuntje in de rug. Waarom hebben we in Nederland een omroep X nodig? Nou, allereerst wil ik de omroep loskoppelen van welke politieke stroming dan ook. Mm-hmm. Want, ja, maar hallo, je politieke denkstroming is toch belangrijk voor de manier waarop je wortelt in je omroep? Ja, nee, dat kun je zeggen. Als mens heb ik wel degelijk een politieke visie. Maar ik ben behoorlijk in staat om mijn politieke visie los te koppelen mm-hmm. Van mijn maatschappelijke visie. Ja. En in mijn maatschappelijke visie, waarom het nodig is, is omdat er bij in het huidige aanbod van dat paradijselijke Nederland, waar ik van mening over verschil, want in datzelfde paradijselijke Nederland. Nee, voor ons is het een hel, even voor de duidelijkheid, voor ons is het een hel, hè? Want wij vinden het helemaal niks. Black Lives Matter, ja. Linksactivisme, dat vinden we verschrikkelijk. Dus ja. Wij lijden gewoon elke dag. Ja, maar nou goed, ja, ik zou zeggen, sluit je aan bij Omroep X, alleen dat je dan methodiek nou, vindt ik denk om dat je, makkelijker ik, door ik denk het leven dat je, te gaan. Ik zag vandaag een bericht dat jullie 6.000 leden nu hebben. Ja, 6.000 plus. Dat jullie aan het groeien zijn, maar ik denk als wij bij Omroep X aansluiten, dan wordt het gelijk. Wordt het minder. Wordt het minder. Ja, dus. En toch kom ik naar jullie toe. Mm-hmm. Omdat ik gewoon vind dat hoe verschillend onze visies ook zijn. Ik wil er komen. Maar je vroeg me de noodzaak, waarom. De noodzaak. De noodzaak. Nou, ja. Omdat als je nu je televisie aandoet. Ja. Dan zie je de aanwezigheid van anders dan witte mensen. Die zie je wat mij betreft onvoldoende gereflecteerd op in het aanbod wat we nu hebben. En welke kanalen kijk je dan? Want als ik kijk, dan zie ik gewoon islamitische mensen, zie ik gekleurde mensen. Ja, ik zie dat Zwarte Piet wordt afgeschaft. Weet je, ik zie best wel. Aquasi. Ja, ik zie Aquasi die ook op je podium krijgt. Ja. We hadden ook nog rappers die tegenwoordig wat te zeggen hebben. We hadden ook een gast die zei van dat blanke mensen dus pizza eten. Ja. En dat hij daar geïrriteerd raakt en dat dat een privilege is. Dus we worden continu, althans vanuit. Maar heb je ook wel eens een zwarte man gezien die het nieuws las? Heb je ook wel eens een zwarte vrouw? Een zwarte vrouw. Ja, maar ik vroeg specifiek een zwarte man. Dat is wat ik vroeg. Nee. Dus nee. Maar moet dat? Moet dat? Is dat noodzakelijk? Ja, het moet niet, maar het mag wel. Het moet wel. Het moet niet, maar het mag wel. En het zou heel bevorderlijk zijn. Heb je wel eens op televisie een zwarte man of vrouw gezien die het niet had over het verklaren van zichzelf, maar die gewoon zei van, ik denk dat de oorlog in Syrië begonnen is en dat er een relatie bestaat tussen het milieu en die oorlog.
Heb je wel eens een zwarte man of vrouw gezien in een andere dan die stereotyperende fokkery waar jullie het net over hadden? Nee, die zie je dus niet. Vergeet mijn taalgebruik, maar zo praat ik. En ik wil gewoon duidelijkheid zijn. En waar het bij mij over gaat, waarom Omroep X er is, is dat jezelf zien is gezien worden. Wat betekent dat? Kan je het uitleggen? Wat ik daarmee bedoel is dat je verwordt tot datgene wat de maatschappij je voorhoudt. Dan word je inderdaad een pizza-etende, agressieve moslim. Terwijl dat helemaal niet zo is. Want het overgrote gedeelte van de moslims zijn hele vredevolle en hele intelligente en absoluut bijdragende mensen aan onze maatschappij. De zwarte mannen en vrouwen in Nederland zijn niet allemaal rappers of sporters of muziekmakers. Dat zijn ze niet. Het zijn wel degelijk deskundigen op allerlei gebieden. En we zien ze te weinig. En jezelf zien is gezien worden. En wat Omroep X wil doen, is ervoor zorgen dat Nederland rijker wordt. Nederland wil het setje, Omroep X wil de bijdrage van die mensen aan tafel brengen. En niet op de eerste rij, maar gewoon aan tafel willen we zitten, zoals ik hier aan tafel zit en gewoon kan zeggen wat ik wil zeggen. Mm-hmm. En dat is wat we willen. We willen laten zien dat Nederland ons land is. Je kunt ons wel uit het land halen, maar je kan het land niet meer uit ons halen. Okay, ja. Weet je kan ons uit het land zetten, maar het land niet meer uit ons. Maar het is op zich een helder, het is mijn land. Het is een helder verhaal, maar je bent al zo lang mediaman. Van waar de noodzaak in 2020? Het blijft nodig. Is die ideatie, is dat nu pas ontwikkeld? Of is dat, had je het eerder al gewild? Ja, precies. Hoe komt het dat je dat nu doet? En dat je bijvoorbeeld 5 jaar geleden of misschien 10 jaar geleden niet dacht van oké, nu gaat het echt verkeerd. Want wij zien juist een trend sinds 2010, sinds die twee gasten zijn opgepakt, toen voor Zwarte Piet. KZP-toestanden. Zien wij gewoon een trend dat juist aan de linkerzijde de media steeds meer aandacht is voor het zwarte narratief. Voor zwart leed, voor zwarte geschiedenis. Noem maar op. Van straatnamen. Dus waarom kom je nu hiermee om te zeggen dat er een maatschappelijk probleem is? Terwijl je juist nu moet zeggen van, het gaat een stuk beter. Nou ja, weet je wat het punt is? Ik zou die vraag willen omkeren. Mm-hmm. Je hebt in je inleiding heb je mij omschreven als iemand die al zijn hele leven lang bezig is met dit gebeuren. Mm-hmm. En ik zou die vraag willen omkeren. Hoe komt het dat jullie mij nu pas vragen? Ik zit hier naast Gilly Koster. Een bekende persoon uit de Surinaamse gemeenschap. Gilly, er is nieuws geweest over Mahatma Gandhi. Over het standbeeld van Mahatma Gandhi. Wat naar beneden is gehaald in Ghana. Ja. Wat is er precies aan de hand? Nou, voor zover ik het begrepen heb en het bericht gelezen heb, is een standbeeld, zeg maar. Weet je, hoe komt het gewoon dat ik nu pas in de picture sta, terwijl ik het al 40 jaar doe? Maar je Omroep X begint dit jaar, die ambitie die heb je dit jaar opgezet. Dat is niet meer en niet minder. De reden daarvoor is niet meer en niet minder dat je eens in de 5 jaren kan je dit doen. En daarna is het weer 5 jaren weg. Ja, natuurlijk. En ik dacht bij mezelf, kijk, de mogelijkheden zijn er nu. Ik heb de goede mensen. We hebben social media, wat we hiervoor niet hadden. Wat het allemaal moeilijker maakte. Ja. Mm-hmm. En ik denk, we hebben wind mee. En het is, ik wil niet zeggen dat we opportunistisch zijn. Maar ik denk dat het moment opportun is. En dat is echt iets anders. Maar dan zeg je, het moment is opportun, maar, dan zeg je iets, maar dat maakt mij niet opportunistisch. Maar dan zeg je iets heel, heel cruciaals. Je zegt, we hebben de wind mee. En dat zien wij ook. En ik denk dat onze kijkers ook zullen denken van, ja luister, wij voelen ons juist ongehoord. Ja. Wij voelen juist... Dat sluit je lekker aan bij ongehoord, man. Nee, sluit je aan bij de VARA wat dan ook. Maar je weet dat rechtse ideeën of andere opvattingen... Nee, maar er is geen rechtse media. Ga niet zielig lopen, er is geen, er is geen rechtse media. Ga niet zielig lopen. Kom op. Jullie zitten gewoon huilie hier te doen in je eigen programma. Nee, kom op. Doe normaal. Alleen maar zwarte mensen die daar op de tafel waren. Waarom doe jij beklag voor? Huilie, er stonden 18 mensen op de Dam voor Black Lives Matters voor Amerikaan die dood is geschoten. Wat zeg je?
Er stonden 18.000 mensen op de Dam voor Black Lives Matter. Van Amerikanisch doodgeschoten. Akwasi krijgt zoveel aandacht. Er wordt zoveel aandacht besteed elke keer om Kitty Kotti. Is het nationaal? Nu wordt het uitgezonden door NOS. Ja. Er is een discussie over Zwarte Piet. Er is een discussie over de Moorkop. Er is een discussie over straatnamen. Ja. Er is een discussie over geschiedenis. Dus je kan niet zeggen... het is heel raar om te zeggen van... we voelen ons ongehoord. Ze moeten de juiste gasten uitnodigen. Maar zijn nou net die zwarte chirurg uitgenodigd? Ja. Maar die nodigen ze niet uit. Dus daarom ga ik nu mijn eigen omroep starten. Ja. Precies, zodat ik die zwarte chirurg, die Winston of die Stanley of wat dan ook, hoe die ook al heet, dat die aan tafel kan zitten. Maar weet je wat het is? Gilly heeft het over een stem die niet gehoord wordt. Maar die ideeën van Gilly, die zijn al lang geïncorporeerd in de media de afgelopen 10 jaar. GroenLinks voert een diversiteitsagenda uit. Ik lach me hier echt dood. Nee, maar reageer dan. Die visie die jij hebt is helemaal niet nieuw, als ik het mag zeggen. Want de afgelopen 10 jaar zijn die ideeën van jou geïncorporeerd juist in de media en de politiek. Dat maakt het dus des te schrijnender. Dat wat ik zeg... Jij wilt eigenlijk gewoon natrappen. Hey, je stelt me een vraag. Ga je me laten uitpraten? Ja, oké. Wil jij het doen? Dat Oké, goed. Nee, kijk, waar het over gaat is gewoon dat je stelt een aantal dingen. Ja. Maar jij gaat nu dus tegen mij zeggen... Oh ja, maar de tijd is nu goed. Terwijl ik 400 jaar lang mijn bek heb moeten houden, man. Hoe oud ben je dan? Hoe oud ik ben. Ik ben net zo oud als al mijn voorouders bij elkaar opgeteld. Zo oud ben ik. Kom niet met dat andere, want ik... Nee, maar luister. Je kan niet mij nemen zonder dat je mijn voorouders erbij neemt. Dat kan niet gewoon. Ik ben een geworteld iemand. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik ben een geworteld iemand. Ik ben een geworteld iemand, maar ik kom niet toe aan mijn antwoord. Wat ik wil zeggen is, je zegt, ja, maar de tijd is nu mee en dit en dat en zus en zo. Maar het is toch ook jouw tijd? Het is toch ook jouw tijd? Jij maakt toch ook gebruik van jezelf de op-channel om te zeggen wat jij te zeggen hebt? Ja, maar kijk... En daar is toch niemand die zegt, ik... Dat zeg ik toch niet. Kijk, wat je nu hier ziet... jij bent toevallig nu links, maar over het algemeen... als we bijvoorbeeld een rechtspersoon uitnodigen... en we praten over hoe slecht we interraciale relaties vinden... Sorry. Ja. Maar over bepaalde gesprekken over, noem maar op. Ja. Die gesprekken die wij hebben gevoerd, die zullen nooit de mainstream media halen. De gesprekken, hoe wij praten. Als ik bijvoorbeeld zeg, een uitspraak doe van ik trouw niet. Wie mag dat niet dan? Nou, wij worden nooit uitgenodigd. Wij worden nooit uitgenodigd. Wij worden nooit gevraagd. Dat is toch verschrikkelijk? Ja. Het is toch verschrikkelijk dat je niet gevraagd wordt? Ja, klopt. Het is toch verschrikkelijk? Ik zou zeggen dat als Omroep X, en ik roep echt iedereen op, om lid te worden van ons. Want ik beloof hier persoonlijk, plechtig aan tafel, dat wij het ongemakkelijke gesprek niet uit de weg gaan. Wij gaan alles bespreken. Dat is ook de reden waarom ik hier in het hol van de leeuw, de twee leeuwen ter rechterzijde, links en rechts van mij, mijn eerste gevoel geeft me de neiging om zo te gaan zitten, zodat ik jullie allebei voor me heb. Maar goed, dat even terzijde. Wat ik wil zeggen is, ik ga het ongemakkelijke gesprek niet uit de weg. Nee, maar dat waarderen ook van jou, dat kennen we ook. Ik zal ook niet twijfelen om zeker binnen Omroep X... de pluriformiteit van onze samenleving, ook bij zwarte mensen, aan bod te laten. Als wij gaan praten, dan zullen we moslims en hindoes aan het woord laten. Als wij gaan praten, zullen we pro-Bouterse en anti-Bouterse mensen laten praten. We zullen mensen laten praten die de filosofie van Wilders aanhangen. En we zullen mensen laten praten om die dat verwerpelijk vinden. Want dat is de X van verbinding. X is niet een activistische omroep. X is een omroep die een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving in zijn totaliteit. En daarom vinden we representatie op televisie gewoon van uitermate belang. Niet het verschil, maar de overeenkomst. We zijn op zoek naar de overeenkomst en naar een plek waar de Nederlandse samenleving om te beginnen en de wereld in zijn kielzog er beter van wordt. Dat is een mooi verhaal. Het is niet alleen een mooi verhaal. Het is ook mijn levensinstelling. Ja, dat is prima. Dat is een hele mooie missie. En ik ben maar niet alleen. Hele ploeg, maar hoe ga je dat nou effectueren? Hoe ga je dat nou in de praktijk brengen? Want
Links mag rechts mag links niet. Er zijn al discussies. Wij hebben, jij bent de eerste, linkse man in principe. Die we uitnodigen. Die bereid is om te komen. Ja, precies. We hebben Sylvana ook toen de aanleiding van Sylvana, die antiracisme demonstratie. Die wil niet komen bijvoorbeeld. Ja. Ik kan niet voor die mensen praten. Ik kan alleen maar over mezelf en over Omroep X praten. Hoe ga je dan die diversiteit, wat je zegt, hè, we willen verschillende stemmen aan bod laten komen. Hoe ga je die diversiteit borgen? Hoe laat je dat zien? Want hoe laat je dat zien? Ik ben toch gekomen. Nee, maar bedoel, zo'n gesprek kan natuurlijk misschien een uitzending die jij gaat maken, kan natuurlijk een andere uitwerking hebben dan jij had beoogd van tevoren. Dat risico heb ik bij iedere ademhaling. Bijvoorbeeld iemand die tegen slavernijmonument is en jij bent natuurlijk een voorstander van. Ja, bewijs van. En bewijs van. Ja, gewoon even, niet, even, niet, ik ben geen voorstander van een monument. Okay. Ja, maar bewijs van. Maar wel van de symboliek en de erkenning van wat er erkenning van de slavernij bijvoorbeeld. En er is iemand heel dominant. Wil je die ontkennen dan? Nee, nou. Heb die ook al niet bestaan? Auwies. Ik... Wat zeg je me nou? Hoor ik jou nou zeggen? Nee. Ik heb wat gemist. Ik krijg error hier. Wacht even. Wacht even. Waar gaat dit over? Stel je voor dat jij in je uitzending die jij maakt, heb jij gewoon iemand die links propageert. Die zegt, ja, weet je, de slavernij natuurlijk is hij geweest. Die ontken ik niet, nogmaals, Gilly. Maar er is iemand die ook zegt, ja, weet je, moet je daar nou echt schadevergoeding voor vragen? Ja, prima toch? Laten we het erover hebben. Maar als die discussie uit de hand loopt, hoe ga je dat nou horen? Gilly. Alle de discussies die we op televisie zien, die lopen toch niet uit de hand? Waarom zou je denken dat ze zijn gevreemd? Omdat ze zijn gevreemd. Nee, maar Gilly, gevreemd? Ja, natuurlijk. Ja, maar mag ik jou even wat vragen? Kijk, dat is een mooie ambitie. Wel als je me de gelegenheid geeft om daarop te antwoorden. Want, tuurlijk. Nee, maar inderdaad, weet je, het is een mooie ambitie dat je gaat over viewpoint diversity. Weet je, dat je mensen van verschillende perspectieven en verschillende etniciteiten aan het woord wil laten. Mensen die bijvoorbeeld pro-Wilders zijn en anti-Wilders. Absoluut. Maar om je even te herinneren, we hebben elkaar laatst getroffen in een uitzending van jou. Ja. En dat ging over NL4SU. En toen was ik de enige rechtse hindustaan of persoon tegenover 8 linkse mensen. Ik heb je niet geselecteerd op je hindustaan zijn, nog op je rechts zijn. Je had een standpunt. Normaal gesproken zou ik dit filmpje niet uitzenden, omdat mijn motto is don't make stupid people famous. Mag ik vragen wat voor les je geeft? Onderzoeksvaardigheden. Oh, oké. Okay. Onderzoeksdocent. Je noemt jezelf rechts in het politieke spectrum? Ja. Je bent rechtsconservatief. Rechtsconservatief. Je zit eigenlijk ook aan de uiterst rechtse flank van Forum voor Democratie. Wat bedoel je precies? Ben je lid van Forum van Democratie? Nee. Dat toch net niet. Ik dacht dat ik me dat had laten vertellen. Maar je gedachtegangen die stroken wel met wat die mensen denken. Dat heb ik, nou, ik heb je dat vaker horen zeggen. Ik ben het op bepaalde punten eens met wat Forum zegt natuurlijk. Dus als je zegt dat je jezelf definieert als rechts of conservatief, dan is het logisch dat je natuurlijk met bepaalde standpunten eens bent van een Forum of van een PVV of misschien zelfs ook nog een VVD. Dus in dat opzicht kan ik me wel in verschillende punten. Ja. Maar dat wil niet betekenen dat ik lid ben of geassocieerd ben met de partij. Ik ken de mensen en zij kennen mij net zo goed als ik de mensen van de Partij van de Arbeid ken of van andere partijen. Ja, ik wil jou gewoon even neerzetten zodat we weten met wie we te maken hebben. Dat jij voor iemand als Thierry Baudet nooit een boreaal zal zijn. Maar, gewoon alleen maar vanwege waarom zou ik dat willen? Waarom zou ik voor Thierry een boreaal willen zijn? Dat geef je aan in al je filmpjes. Je bent extreem, conservatief, rechts. Ja, maar, ik denk je nou echt dat ik dit doe om in de gratie te komen bij Thierry? Nou, daar lijkt het op. Dus hoe eerlijk is dat als je bijvoorbeeld straks bijvoorbeeld Omroep X 1 persoon hebt die rechts is of Forum of PVV of wat dan ook. En 8 linkse mensen. Dat doet de VARA toch ook? Nee, wacht even. Je moet wel op het moment dat je die uitzending A. Die uitzending is gemaakt op Hops televisie. Dat is iets anders dan Omroep X. Mm-hmm. Maar jij was de voorzitter van het gesprek? Ik was de voorzitter van het gesprek, maar je moet er wel bij vertellen dat er aan de zijkant
liepen er comments mee. En iedereen, links, rechts, mm-hmm. rood, zwart, geel, wit, mm-hmm. groen, die konden daar op reageren. Mm-hmm. En ik wist van tevoren niet welke standpunten de mensen hadden. En je moet, als je eerlijk bent, moet je ook zeggen mm-hmm. dat ik in dat gesprek ook gezegd heb, oh, dit is zijn mening, we moeten hier op een andere manier mee omgaan. Ik denk niet dat wij daarin, of ik in dat gesprek, maar ik wil dat niet koppelen aan Omroep X, omdat dat niet gemaakt is in het kader van Omroep X. Maar het zegt wel iets over mijn persoonlijkheid en hoe ik in het leven sta. Ja. Want ik heb wat dat betreft een mm-hmm. Voltairiaans standpunt. Mm-hmm. Want ik vind sommige dingen die mm-hmm. rechtse mensen zeggen, vind ik echt verwerpelijk. Zoals? Kan je daar voorbeelden van geven? Wat vind je nou? Ja, ik heb laatst een filmpje laten zien over de disrespectvolle manier waarop types als Jan Roos en Wilders en Baudet en nog een paar van die mensen, de manier waarop ze zich uitlaten over andere mensen, die vind ik zo abject, vind ik. Maar ze. Ik ga niet eens voorbeelden herhalen, want dan gaan we het hebben over incidentenpolitiek. En als je niet weet waar ik het over heb, dan vraag ik me af onder welke steen je geleefd hebt. Maar, ja, goed, ik weet het maar niet. Goed, het doet er niet toe. Die mensen, die vind ik abject. En toch vind ik mm-hmm. dat ze gehoord moeten worden. Want ik wil ze liever horen ja. dan dat ze die smerigheid, die smeerpijperij in pijpleidingen onder mijn huis laten lopen. Maar de vraag is, hoe wil je dat ze gehoord worden? Nou, je hebt toch camera's, je hebt toch microfoon. Nee, maar dat is dus de kwestie. Want toen jij de gelegenheid had om mij een platform te geven, zodat ik mezelf kon verdedigen voor die uitzending, voordat wij onszelf konden verdedigen voor de uitzending, had je me wel geframed als een lid van Forum aan de uiterst rechtse zijde. Dat vind ik toch geen framing, dat zeg jij zelf. Ik ben geen lid van Forum. Op het moment mm-hmm. dat ik naar jullie UpNet Network pagina toe ga, mm-hmm. dan is het eerste zinnetje wat ik hoor, zeg je, Network plaatst zichzelf ter rechterzijde van het spectrum. Zo heb ik je geïntroduceerd, niet meer, niet minder. Nee, maar als persoon, kijk, je zei ook van, ik heb ook gehoord dat je lid bent van een forum. Ja. Nou, dat was niet zo. Weet je, ik weet niet hoe je daaraan gekomen bent, dus ik ben niet lid van de forum. Maar je plaatste me wel in een bepaald frame voordat ik al wat gezegd had. Ten overstaan van al die andere gespreksdeelnemers, waardoor eigenlijk, ik was daar niet bij, maar ik keek wel toe, waardoor Sasje wel dat frame kreeg. Ja, waardoor hij eigenlijk vanuit zijn foute geest, eigenlijk had hij al een foute geest, er was een fout en moest hij eigenlijk worden verketterd. Ja, met alle respect, jullie hebben me net op een prachtige manier aangekondigd en gezegd, Gilly Koster, die heb je sporen verdiend, da-da-da-da-da, fantastisch. Ja. Sasje roept ram. Kom op. Je denkt toch niet dat jij een wildvreemde man uit Den Haag Bezuidenhout was? Iedereen weet wie je bent, man. Jij publiceert dingen net als ik. Iedereen weet de dingen die je zegt. Ga hier niet zielig lopen doen. Nee, ik doe niet zielig. Je werd niet geframed door hoe ik je neerzette. Mensen weten wie je bent. Het zijn geen achterlijke mensen. Wij zijn geen forumlid om maar te beginnen. Heb ik het gevraagd of heb ik het gezegd? Ik weet niet meer hoor. Maak iedere avond een uitzending. Even weer terug naar het punt. De reden waarom ik dit aanhaal is omdat jij zegt van oké, als Omroep X gaan wij dus meerdere mensen aan bod laten, meerdere standpunten. Ja. En iedereen moet een eerlijke kans krijgen om zijn mening te verkondigen, of je nou pro-Wilders bent of anti-Wilders. Maar de vraag is, hoe eerlijk worden die standpunten straks? Hoe eerlijk? Ja, kijk, sorry hoor, mensen, met alle respect. Ik kan alleen antwoord geven op deze vraag van hoe eerlijk. Als jij mij de eenheid geeft waarmee je eerlijkheid meent. Jij weet toch net zo goed als ik dat eerlijkheid een Hoe heet dat ook weer? Een axioma is. We kunnen het erover hebben. Yeah. Maar we hebben geen eenheid waarmee we het meten. Wat is dat dan voor een vraag? Hoe eerlijk is het? Hoe mooi is het? Hoe lang duurt het? Kijk, dat zijn vragen waar ik geen antwoord op kan geven. Laat me je geruststellen. De uitzending waarin je zat, en daarmee kunnen we wat mij betreft dat gedeelte van dit gesprek afronden. Want ik denk dat er dingen zijn die groter zijn waar we het over moeten hebben. Yeah. Jij bent bij mij in een uitzending geweest. Dat was mijn uitzending. Mm-hmm. Omroep X is niet een persoonlijke onderneming van Gilly Koster. Omroep X is een samenwerking van een groot aantal programmamakers die wel overwogen dingen doen. Wij varen niet op kracht of op het moment. Wij varen op ervaring.
Ja. Wij varen op kennis. Wij varen op heel veel dingen waar mensen met een gerust hart van kunnen zeggen, het is niet een opwelling van het moment. Nee, Shashi en Avish hebben al gezegd, ik ben al heel lang bezig met dit gebeuren. En de mensen die naast mij staan, met mij staan, achter mij staan, voor mij staan, dat zijn allemaal mensen die op die manier bezig zijn. Omroep X is wel degelijk een alternatief, een rustig alternatief, waar je met een gerust hart lid van kan worden. En we zijn een vereniging. Je kan ook middels de algemene ledenvergadering word lid. Ja, oké. Okay. Word lid. Neem je hele rechtse club mee. Word lid, dan kunnen jullie invloed uitoefenen op wat wij doen als programma. Maar waarin ben je dan, ik denk dat we heel veel vragen hebben, maar ik kijk Sasje ook aan. Maar waarin ben je bijvoorbeeld anders dan een Aquasi die is begonnen met Omroep Zwart? Ik vind het heel moeilijk om over Aquasi te praten. Gaan de gekleurde mensen nu concurreren met elkaar? Hoe moeten we dat zien? Nee, ik vind het erg moeilijk om over Aquasi te praten, want ik ben niet Aquasi en ik weet niet wat hij denkt. Ik weet alleen maar dat het moment blijkbaar ook hem geïnspireerd heeft om een omroep te beginnen. Dat vind ik goed. Mm-hmm. Het geeft aan dat zwarte mensen niet een eenheidsworst zijn. Maar dat er een pluriformiteit is, weet je wel. Dat mensen gewoon vanuit hun eigen vertrekpunt dingen kunnen doen. En dat vind ik, ik juich het alleen maar toe. Ja. Weet je wat ik bedoel? Ik juich het alleen maar toe dat hij dat ook doet. Ik ga niet, dat kan ik je bijvoorbeeld zeggen, ik ga nog met Wilders in discussie of met BNNVARA of met Pownet. En dat ga ik ook zeker niet doen met Aquasi. Ja. Ik ga er niet over in discussie. Hij heeft zijn uitgangspunten. Hij heeft zijn standpunten. En dat vind ik prachtig. Net zo prachtig als wat ik Wilders en de BNNVARA. En op Facebook heb je dus aangegeven, heb je natuurlijk hier vaker over gehad. Hè, over die vraag over Omroep Zwart en Omroep X. Ja. En toen werd er ook gezegd, toen heb jij gezegd dat jij ook wel toenadering gezocht hebt naar Aquasi. Kan je iets over vertellen? Hoe ging dat? Ja, dat wil ik wel vertellen. Wij oriënteren. Want dit is niet iets wat we gisteren bedacht hebben. Mm-hmm. Dit is iets, je weet, we zijn er al een tijd mee bezig. Ja. En natuurlijk hoor je op een gegeven moment van er zijn meerdere mensen bezig op dit vlak. We hebben niet alleen gesprekken gevoerd met Aquasi en zijn club. We hebben ook gesprekken gevoerd met Groen en met mensen uit de... of tenminste, het was dan niet... toen heette het nog geen Groen, maar mensen van de milieubeweging. Mm-hmm. We hebben gesprekken gevoerd met de Indonesische mensen. Mm-hmm. We hebben met allerlei mensen gesprekken gevoerd. En een van die gesprekken was met Aquasi. We hebben ook gesprekken gevoerd met de moslim. M24 hebben we mee gepraat. Maar daar zijn vooralsnog zijn daar geen concrete samenwerkingsvormen uitgekomen. En waar lag dat aan? Dat lag aan verschillende factoren. Okay. Dat lag echt aan verschillende uiteenlopende factoren. Ja. De ene was dogmatisch, de ander was te activistisch. De vierde was te bezig met het milieu. En, of die vonden van ons dat wij al die dingen waren. Ja. En die gesprekken hebben dus niet toegeleid dat we tot zover samen zijn gaan werken. Maar Omroep X, nogmaals, staat voor de verbinding. Ja. En wij staan open voor iedereen die wil samenwerken om te komen tot een verbetering van de maatschappij. Want Omroep X is precies dat setje wat je nodig hebt om kampioen te worden. Ja, nou, mooi hoe je het zegt. Even terugkomen op de reden waarom we dus Omroep X eigenlijk, waarom de noodzaak is om Omroep X te starten. Ja. Je gaf zelf aan dat een van de redenen is dat je... dat er te weinig donkere mensen of gekleurde mensen of hoe je het wil noemen. Ja, laat me dat prominent. Kan je daar? Ja, laat me dat zwart wat wij gebruiken, de politieke kleur zwart, laat mij proberen dat te verduidelijken. Ja. Je hebt primaire kleuren, weet je wel, gewoon kleuren. Maar je hebt ook politieke kleuren. Iemand die links van het centrum stemt, zeg maar iemand van mijn signatuur, daarvan zou je kunnen zeggen hij is rood. Ja. Ja? Of iemand die milieubewust is, daarvan kun je zeggen hij is groen. Of liberalen noemen zichzelf geloof ik blauw. Weet je wat ik bedoel? En wij hebben gezegd, niemand pakt de kleur zwart op. Mm-hmm. Waarschijnlijk omdat daar ook weer een soort negatieve connotatie aan hangt, dat weet ik niet. Maar zwart lag zo in een hoekje weg te rotten. Ja. En wij hebben gezegd, dan gaan wij de politieke kleur zwart gebruiken. En dat betekent dat als je het samengaan in een samenleving van meer dan één cultuur
Als je dat als verrijkend ervaart, als je het dus prettig vindt om in ieder geval erover te kunnen praten en daar, daar zeg maar vormen aan te kunnen geven, dan is jouw politieke kleur zwart. Dus dat betekent dat dat los staat van je etniciteit. En dus ook los van huidskleur, begrijp ik. Los van huidskleur, daar hebben we helemaal niets mee te maken. Ik zag altijd in the first place, forget that I'm black. En in the second place, never forget that I'm black. Weet je wat ik bedoel? En voor de rest wil ik niet het bestelling komen. Dat is een beetje borderline. Dat klinkt een beetje mindfuck. Ja, dat klinkt even mindfuck. Dan ga ik ook even plat praten. Je klinkt als een vrouw. Mij hoor je dat niet zeggen. Hebben jullie dat gehoord? Kun je dat even herhalen? Je klinkt als een vrouw. Dat klinkt als een vrouw. Oké, fine with me. Ik zou het prettig vinden om ooit een keer vrouw te willen zijn. Leg die dubbelzinnigheid. Dat kan dus. Je typeert even twee tegenstrijdigheden, zo hoor ik hem. Ja, maar dat is precies de yin en de yang. Totaal. Dus forget that I'm black and never forget that I'm black. Ja, dus één. Oké, dus je etniciteit doet er wel degelijk toe, toch? Dan. Nou, of niet? Komt ergens vandaan. Ik vergeet het niet, maar het is voor mij niet leidend. Ik vergeet nooit waar ik vandaan kom. Ik ben een afstammeling van koningen en koninginnen. Ik ben een afstammeling van die culturen die al aquaducten hadden toen ze elders op de wereld nog rauw vlees aten. Maar dat zijn toch de... En in grotten woonden. Ik ben een afstammeling van een grote zwarte cultuur. Dat weet ik. Dus I never forget that I'm black. Nee. You know? En in de eerste plaats in de samenleving kwalificeer mij niet omdat ik black ben. Kwalificeer mij omdat ik goed ben. Ergens in. En dat is waar het over gaat. In de eerste plaats vergeet dat ik zwart ben. En laten we het hebben over wat ik kan. En beoordeel mij op mijn karakter en op mijn kundigheid. En daarna, als je gaat lullen over zwarte mensen zijn dit en zijn dat en zijn dat, dan zeg ik, oh vriend, kom op. Probeer er maar eens achter te komen wie die piramides gebouwd heeft en hoe ze daar terecht. Ja, maar het is wel mooi dat je zegt dat je afstamt van koningen en koninginnen. Maar is dat niet, nee, is dat juist niet Akwasi? Ja, ook. Want Akwasi is toch een Ashanti? Ja, dat maakt toch niet helemaal niet dat uit. Waren toch de landlords? Ja, dat waren toch de landlords? Ja. Dat waren toch de mensen? Dat waren toch de koningen? Die hun eigen mensen hebben verscheept en noem maar op? Al was Akwasi een Inuit, maakt het me geen donder uit. Want ik beoordeel de man in mijn persoonlijk leven. En nogmaals, ik zit hier niet om over Akwasi te praten. Maar ik zie hem als tijdgenoot die ik op veel plekken waardeer. En that's it. Ik bedoel, meer kan ik niet over Akwasi zeggen. En ik zeg alleen maar dat aan zijn kleur te zien, stamt hij ook af van die koningen en koninginnen. Oké, maar een goed punt. Je hebt dus net ook aangegeven dus wat je bedoelt precies met zwart. Met zwart als kleur. Dat is meer een politieke term. Zeker. Politieke lading, niet een etnische lading. Ja. Maar om terug te komen naar de reden waarom je de noodzaak vond om Omroep Zwart, of Omroep X, sorry, Omroep X te starten. Sorry. Ik wil je niet in dezelfde hoek als Akwasi. Omroep X, om Omroep X te starten. Was dus dat je zei van, ik zie niet mensen van kleur vertegenwoordigd in de talkshows, op televisie. Kan je daar meer uitleg over geven? Want wij snapten dat net niet, we gingen er net overheen, maar misschien is het goed om jou nog even... Oké, ik bedoel, het eerste, als je het woord televisie ontleedt, dan betekent dat tele ver en visie zien. Mm-hmm. Snap je? Ja. En wat wij dus zien op dat kastje, wat wij zien, is een oververtegenwoordiging van zwarte mensen wanneer het gaat over problemen, over problematieken, over statistieken. Dan zie je ons overal verschijnen. Mm-hmm. En dan heb ik het wel over wat je ziet met je ogen. Ja. Maar als je de bijdrage ziet die mensen leveren, en ik heb niet zozeer die cijfers bij de hand, maar geloof mij, als je kijkt naar hoeveel zwarte mensen er in de zorg werken. Als je kijkt naar hoeveel mensen er in vitale beroepen werken. Die silently helemaal niet zeggen, maar gewoon iedere dag weer opstaan. En deze maatschappij ook in leven houden. Dan denk ik, we zien ze niet terug op die plekken waar dat wel zou moeten. En daardoor, als je jezelf niet ziet, dan besta je niet. Dus jezelf zien is gezien worden. Is gezien worden. En dat betekent dat je zichtbaar moet zijn. En daardoor verbreed je het spectrum voor al die jonge zwarte mensen die zichzelf alleen maar terugzien in rappers. En in waar helemaal niets mis mee is. Maar het gaat me er niet om de aanwezigheid van rappers of comedians. Mm-hmm. Of mannen in vrouwenkleren.
Weet je, daar gaat het mij niet om. Het gaat mij niet erom dat die er zijn. Het gaat mij om de afwezigheid van anders dan dat. Maar even voor de duidelijkheid. Dan zeg je van oké, het heeft dus te maken met dat die mensen zich niet zien op televisie en alleen maar gevraagd worden wanneer het over multiculturele dingen gaan. Ja, om zichzelf te verklaren. Maar heb je het dan over zwarte mensen in de zin van etniciteit en kleur? Er zijn sommige witte mensen die deze problematiek heel goed kunnen uitleggen. En die hoor ik ook veel te weinig. Okay. Weet je, etnisch witte mensen of etnisch rode mensen of weet ik veel. Er zijn heel veel mensen die problematiek of die aanpak, als je het geen problematiek wil noemen, haarfijn kunnen uitleggen. En die hoor ik niet. Maar de problematiek ziet toe op mensen van kleur die dus op een falende manier worden neergezet. Ja, absoluut. Maar niet huidskleur? Dus je bedoelt niet huidskleur? Ik bedoel het in de breedste zin van het woord. Okay. En je ziet ook heel vaak dat dat wel samengaat. Weet je wat ik bedoel? Ik bedoel, waarom hebben we in die hele coronaperiode die achter ons ligt, de deskundigen waren zwart. Wit bedoel ik. De slachtoffers waren wit. De dienstverleners waren wit. Zelfs de freaking herhalingen op televisie. Maar dan praat je nu toch over huidskleur? Praat je toch wel stiekem over huidskleur. Nee, ik heb net ook heel duidelijk gezegd, er zijn ook andere mensen die problematiek haarfijn kunnen uitleggen. Die heb ik ook niet gezien. Maar wanneer is iemand dan wel goed? Wanneer is een blank persoon zwart volgens jou? Ja. Als die kan zeggen, jongens, die Surinamers, die doen op oud en nieuw doen ze een wassie. Ik geef een heel simpel voorbeeld. Hè, want het kan natuurlijk veel gecompliceerder en het ligt op veel hogere niveaus. Maar zodat iedereen het begrijpt. Als mensen kunnen zeggen, die Surinamers die doen een wassie op oud en nieuw. Yeah. En die wassie die is niet alleen om zeg maar raar te doen en bloemetjes in je haar te gooien. Mm-hmm. Maar dat spul wat ze doen gaat via hun poriën naar binnen. Ja, en het werkt als een soort vaccin. Oké. Weet je? Dus daardoor voel je je ook beter. Weet je? Dat is de achterliggende gedachte namelijk, die heel veel mensen niet weten. Die denken, maar het is wel een rare gewoonte. Ja, en als een blank persoon dat weet en kan reproduceren. En kan vertellen, is hij wat mij betreft dan zwart. Dan is hij geen zwart. Ja, dan is die zwart. Dus het is een persoon die eigenlijk cultuursensitief is, weet hoe die cultuur werkt, weet wat. Juist, en niet vertrekt vanuit een etnocentrisch standpunt, waarbij die ervan uitgaat dat zijn eigen witte cultuur de beste en bepalende is. Je bedoelt eurocentrisch? Eurocentrisch. Dus etnocentrisch is het dan tegenover? Ja, etno. Ja, okay. Kan ik eurocentrisch. Ja, okay. Nou goed, ja, okay. Nou, goed. Okay, daar is dan okay, iets van verwarring over. Maar in ieder geval, als je ziet dat meerdere culturen een verrijking betekent en die dat op die manier uitdraagt. En er zijn wel witte mensen, etnisch witte mensen die dat kunnen en dat ook regelmatig doen, dus maar in onvoldoende mate. En daarom is het nodig om een omroep te hebben die zich daarop specialiseert. Maar wil je dan voor de belangen van alle minderheden programma's gaan maken? Want Nederland kent zoveel minderheden en wil je dan dat iedereen al... Dat iedereen cultuur intensief ik weet hoe je die barra moet maken. Ja. Als jij een roti kan maken, vind ik, ben jij dan ook goed voor mij geweest? Als geen open schotel hebben, maar zeggen van ja, die routine moet je met kousenband eten. En deze masala gebruiken. En met je handen, niet met vork? Jongens, jullie hebben er een handje van om de dingen gecompliceerder te maken. Ja, maar hoe zien we dat? Het kennen van de tradities. Oké, zal ik je gewoon vertellen hoe ik het zie? Ik zie het zo. Dat ik maak geen programma's voor een groepje dit en bara dat en roti. Dus ik maak programma's voor Nederland. En iedere Nederlander, of je nou uit Drenthe komt, of uit Cicerstradeel, of uit Stam daar buiten, weet je. Ja, maar waarom... Doe er je voordeel mee. We brengen iets moois. Maar als de ander het niet wil zien. Oké, maar... Dan is het een hopeloos geval. Dus maar los daar... twee dingen, maar... Oh, ga je maar. Je zegt twee dingen. Ik zeg wel meer dingen. Ja, je zegt meer dingen. Maar... Ik pin me niet vast op twee, ja. Kom op, ik zit hier de hele avond te lullen, man. Ik probeer het niet gecompliceerd te maken, anders ga jij weer huilen en klagen. Kijk, nee, luister. Nee, Wees aan. Je krijgt hem even terug. Wees aan. Je hebt mij helemaal zien lachen hier vanavond. Wij ook. Je zegt eigenlijk, die minderheden moeten meer gezien worden.
Ja, dat is goed voor ons, zeg niet, maar dan? Ja, maar niet omdat ze minderheid zijn. Oké, maar omdat hun visie of hun tradities niet gekend zijn? Dus nee, daarom moeten ze... omdat ze een wezenlijke bijdrage leveren. Oké, omdat ze een wezenlijke bijdrage leveren en dat wordt niet gezien. Dus die mensen willen gezien worden. En aan de andere kant moeten dan de blanke mensen ook die mensen zien. Maar ja, wat als dat weet je, dat tweede, die tweede liefde er niet is? Jongens, met die mensen dan niet naar willen kijken. Ja, maar jongens, met alle respect. Ik bedoel, stel je voor dat Jan Slachter van Omroep Max dat gedacht had. Dat ze dacht je nou echt... dat die dan de grootste omroep zou zijn zoals nu. Ja, ik ben hier voor oudere mensen. Ja, maar wat als die oudere mensen niet gezien worden? Dan zal Jan Slachter een worst wezen. Ja. Die man begint een omroep. Ja. En over 5 jaar kijken we verder. Dan hebben we het nog een keer hierover. Maar, wat als verhaal, daar kan ik echt niets mee. Maar even nog terugkomend op het idee van zwart. Waarom is het relevant? Ook met het idee van X. Als je over zwart wil praten, dan moet je bij iemand anders. Maar zwart in de zin van zwart bewustzijn. Hè? Dat omroep X meer mensen wil die een zwart bewustzijn hebben. Ja, maar dat is niet gekoppeld aan dat. Dat heb ik al voldoende uitgelegd. Ja, maar wat, waarom is het lekker boeiend? Of mensen cultureel sensitief is. Of je specialisten uitnodigt die precies weten wat een wassie is. Of je specialisten uitnodigt die precies weten hoe je rotti moet bakken. Ja, maar dat, noem maar op, bij wijze van spreken. Waarom is het boeiend? Omdat je dit zegt, begrijp ik plotseling de armoede waar je in zit. Vertel. Vertel, leg uit. Dit is weer zo onder de gordel. Dit is onder de gordel. Ik zit in jullie programma. Ja, maar leg uit. Onder de gordel. Ik zeg het niet in mijn programma. Ik zeg het in jouw programma. Ja, maar leg uit. Het is toch een geestelijke armoede als je de verrijking niet ziet. Nee, maar het is een ad hominem. Is de verrijking dan per definitie? Ja, maar de verrijking is er. Het ligt voor het oprapen. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Je hoeft alleen maar het op te pakken. Wij komen die verrijking niet... wij komen niet ons gelijk halen. We komen de verrijking brengen. Ja, maar Gilly, als die blanke X man... komt de verrijking brengen. Kom op. Als die blanke man... Omroep die X niet... komt de verrijking brengen. Ja, maar, als die blanke man die wassie niet wil... dan gaat hij... Los van of hij het nou wil of niet. Waarom is het relevant? Waarom moet hij ik zegt verrijking is relevant. Waarom moet ik een talkshow zien... dat iemand precies kan uitleggen wat een wassie is? Lekker boeiend. Ja. Weet je? Who cares? Het zijn subculturen. Toen ik met het voorbeeld kwam... Bij wijze van spreken, kijk, noem maar eens op. Toen ik met het voorbeeld van een wassie kwam, ik heb dat genomen omdat jullie waarschijnlijk niet bekend zijn met het feit dat het woord vaccin, de werking van een vaccin, die is overgebracht door een tot slaaf gemaakte Afrikaan, die heeft tegen zijn eigenaar gezegd, luister, je hebt hier een probleem, in Afrika doen we dat zo. En dat principe is uitgewerkt tot waar jij en ik en de hele wereld nu naar loopt te smachten. Naar dat vaccin wat er moet komen. We hebben toch nu gewoon farmaceutische bedrijven die dat doen? Ja, nee, precies. Maar waarom maar is dat boeiend? Die farmaceutische bedrijven, die waren nergens geweest. Die waren nergens geweest. Zonder die cultuur, en het is dan via die ene man gegaan, zich niet vermengd had. Twee culturen weten altijd meer dan één. Maar kan je me uitleggen waarom het relevant is dat we precies weten wie de vaccin heeft ontwikkeld, of het nou een Afrikaan is of een Indiër? Ja, in India komt de nul. Weet je, de nul komt uit India. Ja, lekker geweldig. Boeiend. Waarom is het relevant voor de televisie? Ja. Snap ik bedoel? Dus als het niet daar vandaan gekomen was, hadden we waarschijnlijk helemaal geen televisie gehad. Ja, oké. Okay, maar je kan. Maar waarom leef je zo in het verleden? Je leeft zo in het verleden, lijkt me. Omdat het verleden nodig is om de toekomst te bouwen, vriend. Nee, maar mag ik even... Als je dat niet ziet, ik bedoel, als jij denkt dat je alleen maar een toekomst hebt, dan is het beeld gewoon opgevolgd. Nee, maar even terug naar mijn punt. Hoe lang duurt jullie programma eigenlijk? Want jullie gaan net zo lang door. Zolang jij wil. We gaan gewoon door. Jullie gaan net zo lang door totdat je een punt hebt wat je wil maken. Ik zeg gewoon heel simpel. Nee, maar je draait eromheen. Er wordt heel gedraaid. Waarom? Volgens mij exacte antwoorden. Waarom is het relevant voor de televisie dat je cultuursensitieve mensen uitnodigt? Cultuursensitieve mensen? Ik noem het cultuursensitief, maar wat jij hebt omschreven... Dat zijn mijn woorden niet. Met een bepaald bewustzijn. Ik zeg dat je alle mensen aan het woord moet laten... en dat er op dit moment een groep is die buiten de boot valt. Dat is wat ik zeg. En waarom ik heb is helemaal het, niet over cultuursensitieve okay, mensen. En waarom is het relevant dat we die mensen die nu buiten de boot vallen... dat we die een podium geven? Ja, maar sorry. Als je mij, van mij verwacht... dat ik je door de maatschappelijke peuterschool heen loods.
Nee, maar het is... Chassie een... Roepraam, dat ja, ga ik maar... niet doen. Nee, dat kun je mij nou vragen. Hoe kun je mij nou vragen om daar antwoord op te geven? Omdat als jij jouw, niet ziet... Omdat jouw kernpunt jij... is. Het is jouw de basisaanname van de omroep is letterlijk... Wij gaan mensen een podium geven die normaal gesproken buiten de boot vallen. Ik ga het proberen op het niveau uit te leggen waarvan ik denk dat het nodig is. Ja. Omdat 1 plus 1 2 is... En 2 is meer dan 1. Dat is de reden waarom we het moeten doen. Dat is de reden waarom we het moeten doen. Het is een wiskundige berekening. Het is heel logisch. 1 plus 1 is 2. En 2 is meer dan 1. Dat is de reden waarom vermenigvuldigen altijd... ook met een x gebeurt, weet je. We zijn goed maar rekenen. We leven in een democratie en de betekenis daarvan is dat de meerderheid van het volk bepaalt en beslist. Dus het is ook logisch dat als we in Nederland wonen, er meer blanke, relatief meer blanke mensen op tv zijn, in de politiek zijn, wellicht ook in de gezondheidszorg, op belangrijke functies, whatsoever. Ja. En jij zegt, ik wil dat veranderen, maar dan is de juiste manier om het te veranderen, is toch gewoon aanpassen, integreren, studies doen en laten zien wat je waard bent als curling. Ja. Ja, je moet niet of van zie mij. Je dat verkeerd? Je ziet dat verkeerd. Want ik ben hier niet van plan om een politiek of een maatschappelijk systeem of een Nederland overhoop te gooien. Ik zit hier omdat ik een omroep wil beginnen. En een omroep vraagt om 50.000 leden. En niet meer, niet minder. Als er 50.000 mensen het met mij eens zijn, wat ik van harte hoop. En dat is, ik vraag bij deze dan ook aan iedereen om lid te worden daarvan, om mij te toetsen of ik me daaraan hou. Maar ik ben hier niet om Nederland te veranderen. Ik ben hier om een omroep te beginnen, samen met een aantal gelijkgestemde mensen. En ik hoop dat er 50.000 mensen zijn die het met ons eens zijn. Als die er niet zijn, dan komt Omroep X er niet. Mm-hmm. As simple as that. Maar, het is niet echt iets waar we ons heel erg druk over moeten maken. Ik merk dat Sascha en ik proberen eigenlijk uit te vogelen, waar zit nou... het unicum, waar zit het product, waar zit je USP, je unique selling point. En de noodzaak. Als je dat niet begrepen hebt na al mijn woorden, dan denk ik dat we toch echt een einde moeten maken aan het programma. Want ik ga het niet nog een keer zeggen. Ja, oké. Weet je, en dat is jammer als jullie het niet snappen of niet willen snappen. Ik weet het niet wat het is, maar als je zegt dat je het niet begrijpt, terwijl ik het echt heel... Elementairder dan te zeggen 1 plus 1 is 2 en 2 is meer dan 1. Maar dat is geen, verder kom ik niet. Dat is geen vraag. Dat is geen antwoord op de vraag. Kijk, ik stel je letterlijk een vraag van... Je vindt van dat Omroep X gaat mensen een platform geven die normaal gesproken buiten de boot vallen. Dus de chirurgen die er zijn met een zwart bewustzijn. De artsen, piloten, noem maar op. Bij wijze van spreken, alle experts die nu buiten de boot vallen, die nu expres niet worden gevraagd vanwege hun... Dat is toch belachelijk dat gebeurt? Die ga ik wel vragen. En mijn hele concrete vraag is, waarom is dat relevant? Waarom moeten die... Omdat die mensen een wezenlijke bijdrage kunnen leveren als ik iets bespreek met jullie aan tafel. En wij komen er niet uit. En dat zit in de hoek. Staat een mevrouw met een camera mee te filmen en die heeft wel de oplossing. Mm-hmm. Dan zijn we toch gek als we haar niet aan tafel vragen en zeggen, wat vind jij ervan? Maar dan zeg je, als de blanken er niet uitkomen, zijn wij er om het gat te vullen. Maar wat jij eigenlijk nu zegt is, we hebben tijdens corona geen zwarte mensen of mensen van kleur gehoord. Ja. Misschien waren die er wel. Ja. Wat had je dan gedaan? Had je dan een soort parallele samenleving, parallele mediaplatform gemaakt en dezelfde talkshow met zwarte mensen gevoerd, die dan hetzelfde zouden zeggen? Dan heb je dus een replica van. Nee, jij begrijpt niet dat ik die mensen niet aan tafel wil hebben omdat ze zwart zijn. Ik wil ze aan tafel hebben omdat zij iets weten wat iets kan betekenen voor deze samenleving. Maar dat gebeurt al. Nee, dat gebeurt in onvoldoende mate. Oké, maar stel je voor. Is wat ik zeg. Wat wil je horen? Nee, maar dat gebeurt. Wat wil je horen in godsnaam? Luister, ik ga het nog één keer zeggen. Geen enkele zwarte man hoeft of vrouw hoeft bij mij aan te kloppen, bij Omroep X aan te kloppen. Hé, ik wil aan tafel omdat ik zwart ben. Maar dan ga ik je wegsturen. Ik ga je aan tafel vragen omdat je deskundig bent over iets. Ja. En als je dan daarbij bij zwart bent, is dat mooi meegenomen. Maar als het een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de verbetering van de situatie in zijn totaliteit, dan ga ik je vragen. En helaas gebeurt dat nu te veel. Dat mensen die dingen weten, simpelweg niet gevraagd worden, omdat ze er niet op lijken. Maar stel je voor, de NOS en RTL, we gaan nu ook weer dat soort reclame maken, maar die dat soort kanalen hebben bijvoorbeeld 10 of 20 virologen in beeld gehad.
Wat had jij dan gezegd? Ja, niet die 10, 20 virologen, maar ik heb andere virologen. Die had ik iets willen laten zeggen. Als die virologen, als er geen andere virologen zijn die zich aanbieden, dan vind ik dat ze dat prima doen. Maar ik weet, omdat ik die uitzendingen gemaakt heb, mm-hmm. dat er heel veel virologen zijn die een compleet andere visie hadden, die ik in het hele ding niet gehoord heb. Oké, okay, en dan laten we even de verdieping inzoeken, want hier gaan we wel of niet uitkomen. Waarom denk je dat die mensen buiten de boot vallen? Laten we ervan uitgaan dat die mensen buiten de boot vallen. En we gaan ervan uit. Mm-hmm. Ik heb eigenlijk aangegeven van oké, lekker boeiend of wel niet. Maar waarom denk je dat ze buiten de boot vallen? Is dat iets wat bewust wordt gedaan? Is dat iets wat niet bewust wordt gedaan? Want jij hebt ervaring natuurlijk in de journalistiek. Jij weet hoe het gaat in redacties. Ja. Wat is jouw visie hierop? Ja, ik kom er niet onderuit dan te concluderen na die 40 jaren dat ik in de media werk, dat het geen toeval is. Dat kan ik je wel zeggen. Mm-hmm. Het is geen natuurlijk systeem. Het is gewoon zo dat wanneer Jan de baas ergens is, dan kiest hij als zijn opvolger mm-hmm. iemand die op hem lijkt. Dan zit Jan's zoon er. Mm-hmm. En zo is er een systeem opgebouwd mm-hmm. waarbij een aantal mensen een privilege hebben. En in dit geval mag je rustig praten over een wit privilege. Dat ze op een bepaalde plek, op een bepaalde manier geboren zijn. Dat ze in de picture komen. Ik met mijn 40 jaren ervaring moet, als ik wil solliciteren om de filmpjes van De Wereld Draait Door bij elkaar te plakken. He? Ik neem mezelf als voorbeeld. Mm-hmm. Dan krijg ik te maken met een 20-jarige student die net van de filmacademie afgekomen is. En mijn aanvraag ongeopend terugstuurt. En ga me niet zeggen dat je niet weet dat dat gebeurt. Dat gebeurt nee, maar, niet. Dat maar, gebeurt op de arbeidsmarkt. Maar, dat gebeurt in het juridisch maar systeem. Maar Gili, was jij een blanke man, dan had die jongen van 20 jaar geconfereerd. Ik heb het altijd over witte mensen, hoor. Oké, okay, nou ja. Nee, wat jij wilt. Ja, maar als je Maar, nee, die jongen van 20 had sowieso toch iedereen weggeconfereerd van leeftijd. Precies. Je claimt dat het gaat over wit privilege. Maar hoe kom je erbij? hoe kom je tot de conclusie dat het om huidskleur gaat? Want ik neem aan dat je huidskleur bedoelt met wit. Nou, laten we zeggen, ik zie het. Ja, maar dat als is... ik mijn televisie aan doe, dan zie ik het. Ik zie gewoon dat ik jaar in, jaar uit... Ik zie gewoon niet die zwarte nieuwslezer. Ik zie niet die deskundige. Ik zie niet die capabele man of vrouw, wat voor kleur dan ook. Maar wil je zeggen die dat... Die zie ik niet. Zeggen... Wacht even, laat me de vraag omkeren. Okay. Wil jij zeggen dat ze er simpelweg niet zijn? Is dat wat je zegt? Dat ze er niet zijn? Nou, ze kunnen er best wel zijn, maar ik denk dat er misschien... Zijn, dat ik denk, zijn. Ik denk dat er ja, misschien... Natuurlijk kunnen er een aantal redenen zijn. Tuurlijk. Die zijn er ook een aantal. Kijk, ja, ik denk dat er misschien andere verklaringen zijn waarom ze er niet zijn. Gebrek aan interesse. Er kunnen misschien andere verklaringen zijn waarom ze er niet zijn. Ja, maar ik maak dat niet zo mee. Ik maak dat niet zo mee. Ik kom genoeg maar is er niet... zwarte mensen tegen die heel erg geïnteresseerd zijn, heel erg graag... willen en ook erg gekwalificeerd zijn, de scholen gedaan hebben, alles gedaan hebben. En iedereen weet het, jongens. Hou op. Maar nee, want kijk, weet je wat het is? Wij stellen jou nu de vraag en jij komt met de verklaring van een van de redenen waarom bepaalde mensen dus buiten de boot vallen en niet gevraagd worden, is vanwege wit privilege, toch? Dat is wat je zegt. Ja. Hoe lang zijn we nou al bezig, trouwens? Het maakt niet uit, maar ik wil even mijn punt maken. Ik wil dus wel gewoon dat als er maar 10... Okay. 1 uur. Je moet me beloven dat je 1 uur uitzendt. Ja, nee, prima. Komt goed. Ja. Maar ik wil even mijn punt maken van... er is ook een andere oud-journalist, of journalist, hoe je wil noemen... die is ook een omroep begonnen. Wie? Arnold Karskens. Ja, nou prima toch? En hij heeft ook het idee, hij zegt ook van... ja, ik kom er niet tussen. Ja. Als Arnold Karskens, hij is gewoon een blanke man. Ja. Dus hij komt tot diezelfde conclusie als jij. Ik kom er niet tussen. Ja. Alleen zijn verklaring is anders. Hij zegt van het heeft te maken natuurlijk met de elite, met kartel, met vriendjespolitiek, met een bepaalde politieke gezindheid. En jij komt met de verklaring van het heeft met huidskleur te maken. Ik heb niet gezegd huidskleur, dat heb je mij niet horen zeggen. Wit privilege, toch? Ja, dat zei je. Wit privilege. Een wit privilege, dat is echt iets anders dan een etnische huidskleur, jongens. Je moet mijn woorden niet verdraaien, dat zeg ik. Je zegt wit privilege. Dus... Nee, ik zeg een wit privilege. En een wit... Ja, moet ik dat ook nog gaan uitleggen hier zo? Nee, dat ga ik niet doen. Ik zit hier voor Omroep X. En in Omroep X is het enige wat ik kan zeggen... is al die mensen ga je wel zien.
Okay. En I put my mouth where my money is. Weet je wat ik bedoel? En als je dat wil zien veranderen. Uh-huh. En wat meneer Kaskens ervan vindt. Ja, dat moet, nee, maar moet je met meneer Kaskens bespreken. Nee, maar, niet met mij. Ik wil niet. Ik denk nee, dat maar, het punt van Shashi is van. Die man is een blanke man. Ondervindt hetzelfde probleem. Alleen wijt het. En dat is het belangrijkste punt. Wijt het aan een ander verklaringsmodel. Nou, prima. Moet dus u waarom, waarom zou dat nou per se racisme zijn of huidskleur? Ja, precies. Ja, waarom, dat, ik kan daar geen antwoord op geven van wat zijn motivaties zijn. En ik bekijk het vanuit mijn perspectief. En ik heb het woord racisme heb ik helemaal niet gebruikt. Je hebt een uur televisie daar. Mm-hmm. Ga het zoeken waar ik het woord racisme in mijn mond ga. Nee, je had het over wit privilege. Ja, dat is waar ik het over heb. Dat is echt iets anders dan racisme. En daar wil ik het echt niet over hebben, jongens. Ik ga het niet over dat soort dingen. Ik wil een omroep beginnen met 50.000 leden. Dames en heren, Omroep X is een prima omroep. En hij pakt de tijd. Ja, oké. Okay. Maar oké, tot slot. Ja. Want ze gaan net zo lang door. Jullie gaan net zo lang door totdat ik een slip of de tong maak. Die ga ik niet maken. Daar ben je veel te intelligent voor. We vragen gewoon door, Gilly. We vragen gewoon door. Ja, slip of de tong, dat geloven we niet van jou. Nee. We vragen gewoon door. Waar ligt nou eigenlijk je intrinsieke motivatie? En kom je een stukje dichterbij na een uur? Ik vind het nog lastig. Ja, misschien ga je weer lachen. Ik denk dat we de conclusie aan de kijker moeten overlaten. Ja. Maar goed, wat is nu de vervolgstappen voor Omroep X? Nou, ik roep nog een keer op. Omroep X is een prima platform. Het is een prima plek als je de samenleving in zijn totaliteit wil zien. Als je wil zien wat de bijdrage is van andere mensen dan die we nu op televisie zien. Hè, als je wil zien wat dat is, Omroep X gaat die mensen zichtbaar maken. Mm-hmm. Of ze nou etnisch wit, geel, zwart, rood, moslim, homo, jood, pot, ik veel wat dan ook zijn. Dat maakt me allemaal helemaal geen flikker uit. Yeah. Ik wil gewoon heel graag een andersoortige televisie maken. En met mij de mensen met wie ik werk. Mm-hmm. En Omroep X is echt een prima platform om dat te doen. Word lid. Ga naar www.omroepx.tv. Daar kun je lid worden voor €5,72. Dat is een bedrag dat vastgesteld is door het commissariaat van de media. En zoals je ziet. Ja. En ik zit hier. En wat is dan het vervolg? Ga je nog langs bij talkshows om het te promoten? Als ik gevraagd word, ga ik. Mm-hmm. Als ik niet gevraagd... Ik ben niet alleen. Ik doe dit samen met Yvette Forsen. Mm-hmm. Wij zijn dan de gezichten. Er zijn nog veel meer mensen die erbij betrokken zijn. Mm-hmm. En als ik gevraagd word, dan ga ik. Als ik niet gevraagd word, dan doen we dat uit eigen kracht. Ja. Op eigen kracht. Want Omroep X... Die vertrekt vanuit eigen kracht. Dat is ook de reden waarom wij geen gebruik maken van influencers. Als die er zitten, dan zitten die daar omdat ze echt doorwrocht zijn van ons idee. En willen zeggen, wij delen dit idee. Maar niet omdat we ze vragen of betalen. Wij doen dat en niet. Wil je ook een plek in het publiek bestel? Wil je op tv komen? Dat is eigenlijk je doel. Ja, dat is het. Ja, dat is het doel. En als dat niet gebeurt, ga je dan door op YouTube? Of op hoe zie je dat? Ik ben al jarenlang onverstoord bezig. Mm-hmm. Weet je? En ik zal waarschijnlijk ook niet stoppen. Ik word een dagje ouder, dat mm-hmm. is wel zo. Op een gegeven moment zal ik wel stoppen. Maar dat doet iedereen. Dat heeft Simon Wiesenthal ook gedaan. Mm-hmm. Weet je wat ik bedoel? Mm-hmm. Op een gegeven moment stop je, dan ben je gewoon te oud. Ja. Weet je? Maar voor zolang als dat ik het kan, zal ik bezig blijven met het zichtbaar maken van al die prachtige mensen die zo'n wonderbaarlijk mooie bijdrage leveren aan dat Nederland waarvan jullie zeggen dat het, steeds de goede kant uitgaat wat mij betreft. En goed en slecht is natuurlijk afhankelijk van de gebruiker. Ja. Weet je? En ik zou zeggen, kom eens een keer kijken, word lid. En kom op de eerste algemene ledenvergadering. Dan hebben we er twee leden bij. Dan is deze avond niet voor niets zo is. Ik denk dat wij met bodyguards moeten lopen bij de ledenvergadering. Dat we behoorlijk onveilig daar zijn. Dat is een onnodige aanname. Ik ben je grootste bodyguard. Je bent welkom. Je zal met liefde en open armen ontvangen worden. Top. Nou, daar houden we je aan. Zeker. Bedankt voor je komst, Gilly. Ja.
Nou, wie wil je afsluiten? Wil je iets zeggen? Ja, nou ja, we hebben er weer wat nieuwe volgers bij natuurlijk. Ja, dat zeggen we elke week. Dat zeggen we natuurlijk altijd. Ja, vond je dit een interessante discussie? Vond je het helder? Of heb je een mening hierover? Ja, post die hieronder. Wil je Gilly Koster steunen in zijn nobele plannen? Ja, dan moedigen wij dat ook aan, want we hebben hem hier als gast. Dus we hebben de goede gewoonte om een gast ook op een goede manier te ontvangen hier. Hè? Mm-hmm. Ja. En ja. Steun hem, steun ook ons. Vergeet ons niet natuurlijk. Ja, we hebben sinds kort hebben we een BackMe-account. Oh, dus ja. Dan kun je ons steunen via BackMe. Onze BackMe-pagina komt hier onderin. Mm-hmm. We hebben ook een rekeningnummer. Die kan je ook nog gebruiken. Stel je voor, je hebt zoiets van, nou, ik ga toch liever direct doneren. Dan kan het ook. Doneer. Wij doen dit natuurlijk uit eigen beweging, eigen kosten ook. Ja, en we zijn helemaal afhankelijk van jou. Dus heb je wat over, we zullen je heel dankbaar zijn. Ja, en we zien je volgende week. Tot volgende week. Nou, dank jullie wel dat ik hier aanwezig mocht zijn. En Omroep X. Top. Dankjewel, dank je wel, Gilly. Dank je. Ja. Doen we het zo? Ja. Zo? We doen het zo. Ja, dan zijn we correct bezig. We zijn correct bezig. Helemaal goed. Top.